Oké, jongens, er is iets heel onverwachts gebeurd, want er is vandaag bij Pokémon Dag een nieuwe Pokémon game weer geannounced, ondanks dat we laatst natuurlijk Pokémon Legends Arceus hebben gehad. Pokémon sta Scarlet. Dus Pokémon Scarlet en Pokémon sta Violet. En dat is dus Pokémon Violet. En het enige wat we eigenlijk nog weten is dat het dus dit jaar uitkomt en dat dit de drie starters zijn. Nou, toevallig heb ik even op een paar Japanse sites een aantal leaks gevonden over deze starters. En ik weet nog niet zeker of dit de officiële namen gaan worden, maar voorlopig gaan we even lezen wat ik heb gevonden. Als eerst hebben we dan de grastype waarvan de naam gelekt is. Dat is dan Niaoha. Niaoha. En hieronder staat dan type. Type, dat is dus type. En dan staat er ksa. Ksa. En dit betekent gras. Daaronder staat dan een beschrijving. En dat is dan Kimagure de amaenbo na ksaneko Pokémon. En dit betekent een soort van verwend en onvoorspelbare graskat Pokémon. En dan komen we bij de vuur Pokémon. Daarbij staat dus Hogeta. Hogeta. Daaronder staat dan weer type. Type is type. En daarnaast Hono. Hono. En dit is dan een vlam. En daaronder staat dan weer een beschrijving van de Pokémon. En dan staat dus Nombiria de. My pace na Hono Wani Pokémon. Nou, wat betekent dit? Het is eigenlijk een beetje dat hij zijn eigen pace, een eigen ritme heeft. En dat hij dus heel relaxed is. En dat het dus een vuur-krokodil Pokémon is. En dan de laatste, de water Pokémon. En dat is dan Kwasse. Kwasse. Er staat ook weer type onder, dus type. Daarnaast staat er Mize. Mize. En dit is dan water. De beschrijving van deze Pokémon is Majime de kirei suki na Kogamo Pokémon. Dat betekent dus dat hij heel serieus is en dat hij houdt van schone dingen. Een beetje clean freak maybe. En dat het dus een baby eend Pokémon is. Laat me in de comments weten welke van deze twee Pokémon games jij gaat halen en welke van deze drie starters jij gaat kiezen. En mocht je interesse hebben in het leren van Japans of wil je eigenlijk alle Japanse Pokémon namen weten, dan volg je me hier op TikTok. En dan behandelen we die gewoon hier.